Heel bestuur je ineens een auto? Ja, hoe is dat? Ja, apart hè? Oké, hey mensen. Ik heb vandaag weer een nieuwe vlog. Ik lig nog in bed. Ik ga er even uit en dan vertel ik waarom. Maar het is een spannende dag voor mij. Yes. Oké, wat er dus vandaag aan de hand is. Ik heb vandaag mijn allereerste rijles. Ik ben niet zenuwachtig. Ik vind het wel spannend. Want ik ben bang dat ik het niet kan. Dat ik de rem vergeet in te drukken. Of dat weet ik veel. Of dat het gewoon moeilijk is of zo. Ik weet niet. Maar we gaan zien. Mijn moeder die wilde heel graag meerijden. Dus die gaat achterin zitten. En ze mag gaan filmen. Dus ze gaat mij ook filmen als ik dat ga doen. En dan ga je zien hoe het gaat gebeuren. Oké, misschien een paar grappige dingen om te vertellen. Ik kon vroeger nooit Mario Karten. Dus toen dacht ik, ik kan geen auto rijden. Ik dacht vroeger ook altijd dat als je een bocht doorging, dat je knipperlicht automatisch aanging. Dat zeg maar, jij wil naar links, dan weet je auto dat. I know, dat weet een auto helemaal niet. Dat kan niet ruiken of zo. Dat dan je knipperlicht naar links automatisch aanging. Nou, dat is dus allemaal niet zo. Je moet volgens mij heel veel knopjes zelf in gaan drukken en bedienen. En jullie gaan het zien. Hoi Men! Hallo! Ik ga even oefenen met filmen. Ja. Maar ik word over 10 minuten opgehaald en dan gaat het beginnen. Ik hoop niet dat ik ergens tegen aan ga rijden. Tuurlijk niet. Ja. Ze hebben ook een rem hoor. Ik hoop dat het goed komt, als het maar goed gaat. Tuurlijk. Gisteravond hebben we toch even de rem uitgeprobeerd? Nou, ik ging gisteravond even in de auto zitten om te kijken waar de gaspedalen en dat soort dingen waren. Alleen toen probeerde ik het gas in te drukken en het gaat al veel te snel, veel te hard. Dus ja. Ik ging toch maar even niet echt rijden in mijn moeders auto, maar even afwachten op de les. Ja, komt goed. Ja. Maar hoe moet je met je benen? Ja, nou moet je meer een keer intrappen. Ja. Kijk, en dan moet je ervoor zorgen dat je been licht gebogen is en dat je niet met je billen uit de stoel moet komen. Oké. Nou, dan moeten we even kijken of je stuur ver genoeg zit of niet dichtbij. Ja. Als je arm is helemaal strekt, moet eigenlijk je stuur een beetje op je polsen vallen. Zodat als je je stuur zeg maar vast hebt, en die houden eigenlijk de hoogte van die... In handjes vast, juist. Okay. In principe zit ik qua houding nu helemaal goed. Ja. Jij hebt 3 pedalen, als je misschien wel hebt gezien. Ja. Ik heb er 2. Oké. Okay. Jouw linker is zeg maar die koppeling die we net even afgemeten om te kijken of je stoel ver genoeg was. Middelste pedaal is je rem. Rem, ja. En rechts is gas. Kan ik dat indrukken al? Ja, ik kan je indrukken. Okay. Helemaal niks. Nee, hij staat nog helemaal uit. Oké. Okay. Nou, zoals je ziet, ik heb geen gaspedaal. Ik heb alleen een rem en een koppeling. Okay. Dus gas geven ga jij vanaf nu eigenlijk gelijk al zelf doen. Mm-hmm. Eén dingetje wat ik gewoon kan zeggen is, druk dat gaspedaal niet tot op de bodem in. Okay. We zijn sowieso geen Speedy Gonzales of zo, we gaan niet vliegen. Ja, mag je een gordel om doen? Ga ik hem heel rustig laten rollen. Ik hoef niks met de koppeling doen. Je hoeft niks te doen, je hoeft eigenlijk alleen je voet bij dat gaspedaal te hebben. Okay. Mag je hem helemaal linksaf gaan zetten? Ga maar helemaal je handen verplaatsen. Geen gas, Okay. Ga maar je handen verplaatsen. Oh, helemaal zo. Helemaal sturen, nog meer sturen. Oh, perfect. Ja? En weer terugsturen. Sturen. Huh? En nu zijn ze weer recht. Oh ja, oké. Okay. Super. Klein beetje gas erbij. Oh, dat is echt al heel snel. Snel te veel. Ja, hè? We gaan rechtsaf. Stuur maar lekker met je bochtje een beetje mee. Verplaats je handen en zorg maar dat je lekker mee zit met je bochtje. Ja, en dan stuur weer terug. Helemaal terug. Rustig aan. Komt helemaal goed. We rijden heel rustig, dus we hebben alles onder controle. We een klein beetje terugsturen. Kijk, en dan zorg je eigenlijk. Ja. Op, ben je weer recht. Oké. En dan hou je gewoon eigenlijk zoveel mogelijk je stuur lekker recht. Dan mag je hier ook een klein beetje mee sturen. Ja. Oh, ik weet niet hoeveel. Ja, nee, maar dat is. Dat is wennen, hè? Daarom zitten we hier. Ik wist ook nooit dat het helemaal rond kon gaan. Ja, meid, het is niet normaal. Linksaf. Geen gas meer. Helemaal terugsturen. Oh, dat is Te veel. Kijk, want let op. Je zegt heel veel inderdaad dat je denkt, hey, ik kan heel dat stuur inderdaad doorsturen. Ja, nou, dan moet je er even aan denken. Ja. Je wielen staan nu recht. Oké, als wij dus een bochtje naar rechts gaan maken en je gaat sturen, zeg je al dat ik 1, 2. Bijna 2 slagen om kan. Ja. Dan moet je denken, als je terug gaat, moet je natuurlijk 1, 2 weer terug. Ja. Nou, gaat goed? Ja. Heel goed. Bestuur je ineens een auto? Ja, hoe is dat? Ja, apart hè? Dan kunnen we stoppen, maar ja, dan dwingen wij hem of rechtdoor of rechtsaf te gaan. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee. Dus, eigen weg help je. Ja, weer zorgen dat je wielen recht staan. Perfect. Klein beetje gas erbij. Ja, gas weer los. Top. Ja, weer terugsturen. Dat we ook wel weer eigenlijk een beetje aan deze kant eindigen. Dat geeft niks.
Ja, gaan we een klein beetje rechts, anders rijden we zo meteen die mevrouw aan. Nee, het is niet echt de bedoeling. Niet netjes. Nee, laat ze het maar niet doen. Ik vond het klaar. Ja, je gaat heel snel te veel gas geven, maar... Als je je voet al laat rusten, dan gaat die steeds harder. Pijltje zegt al dat we aan de rechterkant van de palen moeten blijven. En dan gaan we rechts afslaan. Kniplichtje aan naar boven. Geeft niks. Een beetje terugsturen, anders gaan we er ook donder op. Ja, dat voel ik. Geef maar een beetje meer gas. Ja. Ja, bouw maar op. Trap hem maar in. Ja hoor. Ga zo even los. Gaat hartstikke goed. En nog meer een beetje gas erbij. Gaan we rechtdoor? Ja, we gaan rechtdoor. Bij geen gehoor. Best wel hard, ja. Ja, nee hoor, bij geen gehoor. Altijd gewoon lekker rechtdoor rijden. Okay. Maar trap dat pedaal nog maar dieper in. Kijk, een lekkere vrije weg voor ons. Recht toe, recht aan, dus we hoeven niet veel te sturen. Perfect, dit is netjes. Ja, stuur maar in. Perfect, stuur terug. En dan hou je hem weer. Juist. Nou moeten we alleen rekenen houden dat onze bocht dus echt wel groot is, want anders snijden we meneer naast ons af. Ja. Dus we moeten wel zorgen dat we onze eigen baan aan gaan houden. Ja, een beetje gas erbij. Yes, gas er even los. Ja? Nee. Kijk, je moet echt zorgen dat je dus heel groot, stuur maar door, een beetje gas, niet helemaal door, een beetje gas. Ja, door. Ja, top. En weer terug, dat je hier, ja, perfect. Ja, dat is een brede bocht, hè? Ja. En dan ga je er hier via de buitenkant weer af. Knipperlichtje eigenlijk even aan, maar... Dat is geef licht. En weer gas erbij. Yes, geef maar een beetje gas erbij. Fijn dat we zo groot op de auto leren. Ja, fijn is dat, hè? Ja. En dan nog soms, hoor. Doe je dan weer. Denk ik, ja, sorry jongens, maar ja. Ik kan allemaal leren. Ja, daarom. Ik wil bijna op mijn auto zitten. Les 1, weet je wel? Dan snappen ze het misschien beter. Ja. Let op. Hou je handen maar lekker in stuur. Dan stuur gewoon met me mee. Okay. Ik ga er weer deze kant af. Ja. Ik hou hem hier aan de binnenkant van mijn rotonde. Ja. Geef niet. En dan ga ik hem hier af. Lijkt een beetje op skiën. Moet je ook altijd harder gaan, dan ga je beter rijden. Ja. Zit een beetje in het beestje. Geef zo. Gaan. Zie op het moment dat je eigenlijk O zegt, merk je dat het fout gaat. Ja. Maar eigenlijk gaat het goed. Ja. En dan hou je hem hier weer lekker klein langs je stoepje. Zo lang tegenaan gaan. Nee joh. Nee, en we gaan erbij. Dat is wennen. Wat ik zeg, je hebt natuurlijk ineens zo'n stuk naast je. Normaal zit je alleen op je fietsie, heb je alleen jij en je fiets. Gas los. Zo, wat zijn, heb je gelijk een bekeuring gegeven je eerste fiets. Dat ding is helemaal tot op de bodem. Kijk. Nou, gas weer los. Het wordt geen raket, zeg maar. We gaan niet ineens heel erg hard. Probeer weer die bocht zo soepel omhoog te houden. Dus je moet wel een klein beetje naar de binnenkant van die rotonde sturen. En dan stuur je hem lekker door. Komt niemand aan. Beetje gas erbij. Top, mooie bocht. Ja. Yes. Yes. Nou, ik heb het overleefd. We staan weer binnen. Mijn moeder zat dus achterin. En ze wilde dus net filmen hoe ik aan kwam rijden. En wat is gebeurd? Ik heb hem ingedrukt, maar het was dus niet rek. Dus ik heb alleen maar de keren dat ze inparkeerde gefilmd. Dat was wel heel heftig. Schrokken van, denk je. Ja, maar ik heb het overleefd. Ja. En volgende keer mijn nieuwe rijles. Ik vond het wel, ik vond het eerst best wel spannend. Want ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar daarna ging het best wel goed, dacht ik. En het was wel echt even wennen. Want ik wist ook totaal niet dat de stuur gewoon helemaal rond kon draaien. Wist ik veel. Ik dacht gewoon alleen zo naar links en rechts. En het ging wel steeds beter. Ja. Hoe vond jij het om achterin te zitten? Nou, ik vond het heel leuk om mee te maken achterin. In het begin dacht ik zo, met de sturen, hok, heen en weer. En later is die gewoon verschil, dat het steeds makkelijker ging met sturen. Dan moet je alles zo tegelijk doen, het is echt eventjes wennen. Maar het was heel erg leuk, mijn eerste rijles. En het was speciaal, dus ik heb het even lekker gefilmd. En nu ga ik eventjes naar school toe. En dan ga ik vanavond nog naar iets anders toe. En dat zal ik jullie dan even vertellen. En volgende week... Als ze weer lessen gaat krijgen, eentje, dan ga ik even filmen dat ze aankomt rijden. Oh ja, dan zien jullie dat shot nu nog even. Nou, Mandy met de rijles. Ik ben trots op haar. Ja, duimpje omhoog, twee duimpjes. Ja, dat was erg leuk. Vond het leuk. En ja.
emotioneel mee te maken met de eerste keer rijden van je dochter. Zo, we zijn een aantal uur verder en ik ben ondertussen naar school geweest, heb gegeten. En nu zit ik weer in de auto, maar dit keer niet achter het stuur. Dit keer zit mijn vader weer achter het stuur. Want wij zijn onderweg naar de Orange Wellness Club. En daar gaan ze een actie organiseren voor Kika. Mijn vader gaat dat presenteren naar afloop. En ja, toen hebben ze gevraagd of ik daar een filmverslag ding van wil maken voor... ja, voor Kika zelf eigenlijk. En het leek me ook wel leuk om voor jullie nog een stukje te vloggen. Kijken hoe het gaat. En ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal goed. Nou, ik sta hier dus nu voor de zaal met mijn camera en met mijn nieuwe microfoon. Kan ik die meteen uitproberen? Ja. Ze zijn hier achter dus allemaal aan het fietsen. De muziek is net even uitgegaan, maar ze zitten op de muziek. Oh, je hoort het dus. En dat is wel heel erg leuk, want het geeft natuurlijk veel meer motivatie om dan hard te gaan fietsen. Want ze moeten 2 uur lang fietsen. Maar ja, het is allemaal voor het doel en ze doen heel leuk om te doen. Dus dat is super. Ik ga straks nog even de meneer interviewen die het allemaal heeft georganiseerd. En die gaat nog wat meer vertellen. Maar ja, het is heel grappig om die mensen allemaal hard aan het sporten zijn. Dan sta ik hier een beetje fotograferen te filmen. Hallo? Ja, dat wist ik niet. Oké, de oor, hoe spreek je dit uit? Orange Wellness Club, Orange, hè? Orange? Ik kan niet Engels. Van Oranje? Orange Wellness Club. Oh my god, dat kan niet. Orange Wellness Club. Ben je nu nog steeds aan het filmen? Orange Wellness Club. Ja. Oké. Ja? Nog 1 keer. Heb ik het goed uitgesproken? Ja hoor. Het is klaar. Is het al klaar? Ja. Ja. Voor mij is het allerbelangrijkste vandaag dat we er een leuke, gezellige avond van gaan maken. Dat we lekker gaan fietsen. Ik sta hier nu naast Ed en dit is de organisator van dit hele spektakel. En wat doen ze hier eigenlijk en waarom doen ze dit? Dit is, je bedoelt het geheel wat beneden, dus voor Kika, kinderkankervrij. Ik organiseer dat al 5 jaar eigenlijk. Ja, je hebt het gezien beneden wat er aan de hand is en het is gewoon gigantisch. Dat is, zoiets heb ik nog niet mee. Het gaat hard aan de slag. Ja. Het is superleuk. En waarom doet u dit? Nou, aangezien mijn zoon ook heeft, die heeft ook kanker gehad. Ik heb het zelf ook gehad. Ja. Dus het is wel iets aangrijpends voor ons. En het is ook voor kinderen. En dat spreekt mij speciaal aan. Ja. En ook het doel is met mensen om te gaan, ook te ruiken, families mee, die ook de kinderen net 1,5 jaar geleden verloren hebben. En dat is emotioneel. Ik heb een hele grote mond. Maar ik weet zeker, als ik in Florence terug, we starten bij Florence en we doen 6 dagen rond de 1000 kilometer. En dat is 10.000 hoogtemeters. En ik weet zeker als ik terugkom, dan staat ik te janken als een klein kind. Ja, dat snap ik. Dat de emotionaliteit van de families. Ja, er zitten diverse bij, die hebben net de kind verloren. En die willen gewoon naar boven, willen fietsen en willen geld binnenhalen voor het onderzoek allemaal. Ja. En ik heb voor in 3 jaar terug, dat is een hard verhaal, was er een team Sophie, die verloor dus in oktober een kind. Ja. In juni zijn ze de Giro de Kieken gaan fietsen. Ouders ook, met een hele groep erbij, hadden €30.000 binnengehaald. Zo. Die moesten dus de stijl weer op. En op een gegeven moment, die vrouw die kon niet meer huilen. En ze zeggen, nou kan ik niet naar Sophie toe fietsen. Oh. En de Sophie was de overleden dochter. Yeah. Ik zeg, weet je wat, ik zet je 3 bochten voor het eind, zet ik je neer. Yeah. Dan kan je doorgaan naar je dochter. Oh, dat is mooi. En dat is echt... ja, daar werd ik emotioneel van. Ja, dat begrijp ik. Wel heel mooi dat u dit allemaal doet. Ja, nee, het is gigantisch mooi werk. Ja, heel knap. Pap, dat zijn allemaal prijzen. Wat ga je daar zo meteen mee doen? Wat ik daarmee ga doen? Ja. Die ga ik uitreiken zo meteen aan de mensen. Want die hebben allemaal een loodje. Voor Kika. Voor Kika allemaal geld. Kika kinderkanker. Kika mooi doel. Ja, dat is een goed doel. En die ga ik dan uitreiken. En al die prijzen zijn ook gesponsord door allemaal lokale bedrijven en ondernemers. Dus, ja, dat is mooi. Het is echt geen mooi shot, maar wel een mooi doel. Ik doe het al een paar jaar, doe ik een beetje praten zo op het eind, weet je wel. En dan een prijsje uitreiken. Maar voor het eerst vanavond word ik ook gevlogd. Dus mijn dochter Mandy. Een applausje voor Mandy. Yay! Er komt een filmpje van online. Ze heeft haar eigen beetje reclame maken voor jou natuurlijk. Een vlogkanaal, dat is op YouTube. Voor mensen die het niet weten, kan je dat kijken. Mandy Denise. Hey, bingo! Ja, dat was een enthousiaste bingo. Vind ik leuk. Ja. Ta-da-da. Allemaal dat nummertje, dus omhoog die 9 hebben. Allemaal even dat nummertje omhoog bij die 9. Ja, wie heeft 9? En
Het laatste cijfer... Ik zal eerst een break nemen. Nee, we nemen een break. Nee. We gaan even naar de reclame, dan zal ik weer terug. Het laatste getal is tussen de 1 en de 9. Zo. Jul. Succes. Bedankt voor jullie deelname. Tot ziens. Bye bye. En een heel groot applaus voor Ed. Perry en de dochter ook hartstikke bedankt voor de foto en bij het bijpraat. Jongens, misschien tot de volgende keer, je weet maar nooit. Mensen hebben vandaag allemaal hard gespind, er is veel geld opgehaald. En hopelijk gaat het volgend jaar weer zo verder. Weer zo verder? Doe maar even opnieuw. Nee, kom maar. Wij staan weer in de lift. We gaan terug naar huis. Het was een speciale dag. Goed articuleren. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Bye bye. Doeg!